Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Middenbal. Ik ben een stripjournalist en ik schrijf over popcultuur. En ik maak ook vlogs over popcultuur. Het Stripmuseum Groningen is weliswaar dicht, maar gelukkig heb ik in de laatste periode nog wat opnames kunnen maken. Zoals deze van de expositie Van Penseel naar Kwast. Deze vlog is dus een registratie van een deel van de schilderijen die er toen te zien waren. Ik heb zoveel mogelijk ook de namen van de makers in beeld gebracht. Mochten er meerdere schilderijen te zien zijn van dezelfde maker, dan laat ik slechts eenmaal zijn of haar naam zien. Eigenlijk wilde ik live commentaar geven terwijl ik door deze expositie liep, maar aangezien er ook andere bezoekers waren die dag, heb ik ervoor gekozen in postproductie deze voice-over op te nemen. Maar ik wilde dus wel jullie deelgenoot maken van deze expositie om te laten zien wat voor mooi werk die stripmakers allemaal hebben gemaakt als ze opeens besluiten om het papier in te ruilen voor een canvas. De tekst bij de expositie was als volgt. Met trots presenteert het Nederlands Stripmuseum een spectaculaire schilderijen-expositie waarin de grootste namen uit de stripwereld vertegenwoordigd zijn. In meer dan 50 schilderijen en andere kunstwerken worden soms onvermoede kanten van deze tekenaars getoond. Geen op elkaar aansluitende afbeeldingen die uiteindelijk leiden tot een avontuur in stripvorm. Nee, het gaat hier om één geschilderde afbeelding waaruit de kijker een eigen verhaal kan vormen. Voor zijn lijnvoering hanteert de striptekenaar meestal een dun penseel. Voor een schilderij wijkt hij of zij uit naar een dunne kwast. Maar wat brengt een striptekenaar zoal tot de kunst van het schilderen? Een schilderij kan in opdracht gemaakt worden voor de cover van een stripalbum, zoals bij Paul Cuvelier en Gregor Roshinsky het geval is. Of het kan een illustratie zijn bij een verhaal, zoals het werk van Hans G. Kressen laat zien. Het maken van een schilderij kan voor de striptekenaar ook een vorm van ontsnapping zijn uit de dagelijkse tekensleur. Het werk van Gigé bijvoorbeeld, of hij brengt zijn geliefde in beeld, zoals bijvoorbeeld Hergé. In de meeste gevallen is het een niet onverdienstelijke hobby, maar vaak wel met een kwalitatief goed resultaat. Deze expositie toont een onvermoede kant van de striptekenaar. En tot zover de catalogus tekst, zeg maar. Laten we verder kijken wat er nog meer te zien is. Dit portret van Guus Vlazer is een vreemde eend tussen deze schilderijen eigenlijk. Want het is een tekening die Franquin maakte tijdens een live televisieuitzending. Maar goed, wat maakt het uit? Het is Guus. En Guus is een van de leukste stripfiguren die we hebben. En Franquin is een van mijn favoriete striptekenaars. Ik houd ontzettend veel van zijn levendige lijnvoering en zijn strips zijn gewoon heel erg grappig. Ook nu nog. Dit vind ik een bijzonder schilderij van Peter Pontiac. Het is namelijk zijn interpretatie van de kindermoord te Bethlehem van Cornelis Cornelisszoon van Haarlem. Pontiac gaf een moderne draai aan het schilderij.
op schilderij bekende gezichten zoals Michael Jackson, die beschuldigd wordt van kindermisbruik, nog steeds trouwens. We zien de katholieke paus, we zien Henny Huisman. We zien ook hoe de stripmaker zelf, Pontiac namelijk, zich onttrekt aan al deze narigheid. Ik vind het een bijzonder schilderij. Hij heeft het gemaakt voor de stripdagen Haarlem destijds. Gevolgd door een gave illustratie die hij maakte van Neil Young. Pontiac was natuurlijk een van de grotere der aarde, zeg maar. Zeker van de Nederlandse tekenaars. Hij maakte mooie illustraties van popartiesten. En gave strips waar hij vaak in voorkomt, autobiografische strips. En zijn meesterwerk is natuurlijk Kraut, zoals jullie weten, het verhaal over zijn vader. En weer Don Lawrence, ook geen kleintje overigens. Het beste bekend van Trigië en Storm. Ik kan me herinneren dat deze schildering is een cover van Storm. Hele mooie, stoere rood haar ook. Ik kan me niet voorstellen dat je geen fan bent van het werk van Don Lawrence. En die hoort zeker bij zo'n expositie als deze thuis natuurlijk. Want hij schilderde zijn strips ook echt. Het is jammer dat van de flare. Dus er is wat weerkaatsing van het licht. Maar daar ontkom je bijna niet aan bij dit soort exposities. Met mijn camera tenminste. Want er zit glas tussen mijn camera en het schilderwerk. En daar is er helaas weinig aan te doen. Maar we kunnen het toch nog wel aardig zien. En daarom ga ik dus ook af en toe. Doe ik een stap naar voren en zoom ik een soort van in, fysiek. Omdat ik jullie wat van de details wil laten zien van het prachtige schilderwerk. Maar ook soms om gewoon de weerkaatsing van het licht tegen te gaan. Dan lopen we even naar de andere kant. Zie je, er zijn wat bezoekers daar die door de deur gaan. Dit was op een zaterdag. De zaterdag dat er een bijeenkomst was van het stripmuseum. Ben van Voorn, de wereld gaat een vlijt ten onder. Het was op die zaterdag dat we een soort afscheid namen ook van het stripmuseum. Dat er een bijeenkomst was met een soort terugblik. Het was een erg bijzondere dag, maar daar heb ik al in een vorige vlog over verteld. Dit vind ik wel een bijzonder schilderij. Omdat het me heel erg deed denken aan Jeroen Bos. Het is een soort science fiction versie van Jeroen Bos. En mijns inziens. En dat vind ik ook leuk aan dit soort exposities, dat ik werk zie wat ik ook niet altijd ken. En ik heb echt wel heel veel strips gelezen voor mijn werk. En dat doe ik nog steeds, maar ik ken lang niet altijd iedereen. Je ziet wat naakte mensen met soort viskoppenachtige dingen. Dat doet me toch wel erg aan Jeroen Bos denken. En als je nou denkt van Jeroen Bos, daar ken ik wel wat van. Maar daar wil ik wel meer over weten, dan kan ik je van harte het stripverhaal, de graphic novel van Marcel Ruiters, aanbevelen, Jeronimus. Die kwam in het Jeroen Bosjaar uit. En dat is een fantastische graphic novel over Jeroen Bos. Ook een van de bijzondere kunstenaars van Nederlandse bodem. Meteen bij het woord kunstenaar moet ik wel meteen denken aan hoeveel meer waarde we hechten hier aan geschilderde kunst. En heel weinig aan de getekende kunst eigenlijk in Nederland. Dat is natuurlijk een schande. Daar loop ik als stripjournalist ook vaak tegenaan. Dat we wel waardering hebben voor de schone kunsten, maar niet voor stripmakers. Terwijl elk stripplaatje op zich al een kunstwerk is. Er gaat verschrikkelijk veel energie en tijd in zitten om een strip te maken. En er zijn echt heel veel goede makers. Ik schat dat we zoiets van 200 stripmakers hebben in Nederland. En daarvan kan echt maar een klein percentage kan van zijn of haar werk leven. En die strips die worden verkocht voor niet heel veel hoge bedragen. En terwijl kunstwerken soms over de toonbank gaan voor miljoenen. Dan zeg ik niet dat kunst niet gewaardeerd moet worden. Want dat vind ik zeker wel. En er wordt in principe in Nederland ook niet zo heel veel kunst gewaardeerd. We hebben meer interesses in voetballers en topsporters. En dat soort figuren. Maar minder in strip eigenlijk in Nederland. En in de kunst dus ook. Er mag wel wat meer waardering voor Nederlandse cultuur
vind ik, voor cultuur in het algemeen komen in Nederland. Dat is een van de redenen waarom ik eigenlijk dit vlogkanaal ben begonnen. Om gewoon te laten zien hoe gaaf strips kunnen zijn. En hoe mooi het werk vaak is van stripmakers. En ook van kunstenaars. Dus ik wil ook wat meer gaan concentreren in de toekomst op kunst. Dat is een cover illustratie van Bilal, zoals je ziet. Enki Bilal. Prachtig werk ook. En hier hebben we een vrouwfiguur van Martin Toonder. En ik denk dat het Fini is die hier getekend en geschilderd heeft. Fini is een vrouw. Dat weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Maar ik vind dus echt dat we wat meer waardering mogen hebben voor de kunst en cultuur in het algemeen. En stripmakers in het bijzonder. En dat vind ik echt... En dat gaat natuurlijk niet voor jullie, want ik weet dat jullie fan zijn van strips. Want anders zou je niet mijn kanaal volgen. Dit is een prachtig werk van Kresse. Ja, dat gaan we ook zo zien. Ja, zie je? Hans G. Kresse. Denk je nou, wauw, Kresse vind ik echt tof. En ik heb Erik de Norman helemaal van voor naar achter gelezen. Er is een museum van Kresse in Gouda. Dat wordt gerund door een particulier, dus je moet wel van tevoren een afspraak maken. En ze willen eigenlijk graag dat je met een groep komt. Ook om het bedrag per persoon wat lager te maken. Maar dat is een heel gaaf museum. Daar ben ik ooit een keer geweest met een paar vrienden van me. Dat is zeker de moeite waard, want het werk van Kresse is gewoon heel erg de moeite waard. Het is daar ook een mooie collectie originele en platen en boeken en weet ik het allemaal. Ja, dit is ook heel erg sfeervol, vind ik. En nog steeds weerkaatsing, helaas, van het licht van het plafond. Maar goed, dat is niet anders. Dus we gaan even wat dichterbij kijken. Het is toch gaaf dat je dit soort dingen gewoon kunt zien. Ik ga ook echt het stripmuseum in Groningen heel erg missen. En ik hoop dat Storyworld vaak uit de collectie zal putten. Want Stichting het Stripmuseum blijft gewoon bestaan. En de collectie blijft ook gewoon bestaan. En in het Groningen Forum gaan ze dus gebruik maken, als het goed is, ook van die collectie voor exposities. Maar ik hoorde ook van Victor Boswijk, de directeur van het Stripmuseum, dat ze nog wel van plan zijn om wat te gaan doen, exposities te gaan doen met die collectie. Waar en hoe wist hij nog niet precies. Maar dat gaat er zeker van komen. Hier hebben we Peter van Straten geportretteerd door Jan Kruis. Jan Kruis was ook een hele goede schilder naast stripmaker. En het is een mooi portret, vind ik, van Peter van Straten. Helaas zijn ze allebei nu overleden. Een paar jaar geleden was er een expositie van Kruis en zijn schilderingen. En ook de cartoons die hij maakte over de dood, weet ik nog. En over zelfmoord. En dat waren echt wel goede, scherpe cartoons. En die heeft Jan volgens mij gemaakt in de periode dat hij al wist dat zijn einde eraan zat te komen. Dus ja, he had death on the brain, zeg maar. Indrukwekkende cartoons ook. Maar goed, zoals ik al zei, we hebben heel veel getalenteerde mensen in Nederland, stripmakers. Jan Kruis en Kresse, zoals je hier ziet. En we moeten die mensen koesteren en hun werk waarderen, vind ik. Dus we eindigen de expositie toch met mijn favoriete stuk. En die is van Franquin, namelijk Guust Vlater. Dat vind ik gewoon een heel gaaf tekening. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende.